water than anything? Remember the guy who beautifully Ik heb mijn make-up er maar afgehaald. Alleen mijn eyeliner heb ik er nog niet afgehaald. Hij laat ik gewoon zetten tot morgen, hoef ik die niet meer te doen. Boah, ik heb... Oeh! Ik ga bij de deur zitten. Hi, schatje. Oh. Hey. Waar is mijn handdoekje dan? Ja, je zag gewoon mijn tita. Mijn hangtita. Erg, ja. Ik kan er niks aan doen. Ik hoop dat niemand een printscreentje heeft gemaakt. Sta ik morgen op... Dumper. Zag je ook mijn pruut? Zeg eens mensen, zagen jullie ook mijn pruut? Oh. Ja, dat hoeft toch niet droog hier? Wacht even. Waar is jouw handdoek dan? Die ligt daar. Of daar hier. Even morgen voor ook nieuwe vragen. Oh, ik dacht dat je mijn prut zag. Nou, moet ik je even helpen of moeten we eerst even het schuim wegspoelen? Ja. Doe eens vallen. Nee, ik val niet. Hoezo, ja? Ik wil je niet meer in mijn leven. Ik heb het wel bloedheet, hoor. Oef. Ja? Oh. Ja, mensen zagen inderdaad mijn tiet. Ja. Ik ben blij dat ze mijn behaarde brut niet zagen in de kraan. Maar dan moet je, daarom zeg ik jou, dan moet je weer afbellen. Ach. Ja, nee, dat was maar een seconde, niemand had... Och. Ja, wil je me slaan? Wil je me slaan? Oh. Ja, als de mensen me weer met dit zien, hè? Ja. Sla ik, ja? Dan heb je toch een bepaald beroep? Afgemaakt. Kijk uit! Ik wat het schuim is op. Ja, wat ligt er zo? Dan liggen er van die zakjes hier. Ja, dat is toch je douchegel of wat? Heb je alles zo opgemaakt? Nee, dit is gel. Dit is gel. Ja, dat is zeker ook. En dat ook. Oh, ja, ik ga wel even voor jou halen. Hoeveel flesjes heb je er weer gedaan, man? Wacht even voor mensen, ik moet heel even een onderbroek aan. Ik heb ze hier om mijn poetsen. Ik ken het tegen de pijn. Ik kan het natuurlijk niet maken om met mijn handen te lopen hier door het telefoon. Kijk hier, heb ik weer morgen. Hoe hebben we een arsenaal? Ja, maar. Wezenlijk wel. Wat is dit voor een krappe vraag? Ga je dat dingen lopen? Ik ga wel even schuim voor je vragen, alweer. Ja. Oh, ik doe wel mijn slippertjes aan. Ik vind het vies, je loopt allemaal Poolse voeten en Russische voeten aan. Ja, dus heb ik dadelijk Poolse schilvers aan de voeten aan. Ja.
Oh, Caroline, wil je zo graag een gesprek met Ro? Dat kan ik voor je regelen, hoor. Kom ik weer aan, kom ik weer aan. Oké. Schönen Abend, schönen Abend, wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Kom ik weer aan, hoor. Heb je misschien schuim voor een bad? Als je niet gaat bubbelen, krijg je schuim van me. Als je gaat bubbelen, dan gaat het tot het plafond. Nee, hoor. Dan krijg je van mij nog wat schuim. Even kijken. Ja, we zijn hier in een hotel in Zwanenburg. Heel mooi hotel. Ik ben even live reclame maken voor je. Oh, je bent geweldig weer. Dankjewel. Oh. What the fuck heb jij? Wat is dat? Condoom? Op mijn haarnaald. Oh. Ja. Kijk eens. Oh, je bent geweldig. Hij wou het eerst niet geven. Weet je niet? Ja, hij zegt, ja luister, ik kan niet altijd maar alles blijven geven hier. En, ja, dan nee, dat zei hij niet. Dat zei hij niet. Twee zakjes genoeg. Schat, er is iemand die wil heel graag met jou een keer praten. Nee. En zij heet Caroline Spetter. En toen ze jou net... Ja, volgens mij is het ook een spetter. En hoe moet die aan, ja? Ik wil niet die grote aan, ik wil wel die daar aan. En die wil heel graag een keer met jou praten. Dus Caroline, vraag wat je wil vragen. Hier is ze. Ik ben wel aan het eten, want ik heb nog niks kaas gemaakt. Wat is het handelzakje? Ik heb je... T-shirt. Ja, dat komt als je dat ding dadelijk aanzet. Dat Ja. Ja. Oh. Rustig, kut. Kut? Ja, ik heb het heel warm. Make my day. Hoi. Hallo allemaal. Nou, ze vinden het fijner als jullie haar gewoon Ro noemen. Maakt niet uit. Ik vind dat ook leuker, Ro. Zij heet Ro, ik heet Lo. En dan heb je nog Jo en dan heb je nog Dag. Nou, dag. Dag. Dag, dag. Dag, dag. Oh, hebben jullie ons gehoord op de radio? Wat vonden jullie van dat interview eigenlijk? Want ik was er niet bij. Ik weet eigenlijk niet als ik wel dat had moeten zeggen allemaal. Maakt me een beetje, ja, niet zo leuk. Low. Low. Hey Low en Ro. Of Ro en Low. Hey Ro. Never could turn back time. Dankjewel. We hebben die aan bij je weer eten. Hè? Eten. Moet je weer eten? Laat hè. I don't know
why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. I don't know why. Wat hè? Als we zero was echt grap hè. Als we zero was echt grap hè. Heb ik dat gezegd? Ja, ik ben gewoon mezelf. Oh, wat duurt dat lang? Maar dan slaap je wel. Slaap je wel het lekkerste mee als je in bad hebt gezeten. En dan heb je zo'n lekker, zo'n warm prutje, lekkere warme t-shirt. En dan kun je lekker zo slapen. Zo. Lekker fris, jongen. Lekker fris. Dus straks zouden we over de 200 kijken. Ik vind de mensen er aan, maar... Ja, maar ik vind dat ook leuk om dat te kijken als het morgens wakker is. Ja? Dat het allemaal langer met je poot. Omdat dat leuk is, morgens wakker worden met mij, toch? Ik vind dat leuk. Ja, dan moeten we een ochtend krijgen. Ja, voor jou dan, want anders is het een boek. Guten Tag, Bianca, Bibi, Wagner, Oost-Duitsland. Grüße Liebe zurück. Guten Tag. Guten Tag. Maar alles wat tussen zit, hè? Duitsers, Polen, Belgen, Joda, Yahudis, ja. Yahudi, shalom. Mijn is Mavre, de kakbet, kalkbet, BN'ers hebben we ertussen zitten. Fred van Leer. Fred van Leer. Wie is dat? Die vindt me helemaal geweldig. Is dat die voor een naam? Oh. Wie is dat dan? Dat is die leuke modehomo. Oh, die ken ik niet. Die van Holland's Next Top Model. Film dan. Oh, sweet. Blijf even staan daar met je scheten. Oh, als ik hem ruik hè. Nee, blijf even daar uitwaaien. Ik doe het voor Rosanne. Oh. Eten. Stinkt het? Hoe moet ik de mensen moeten denken? Wacht, ik pak snel. Waar is mijn deo? Mijn deo, mijn deo, mijn deo. Nee, dat moest ik doen. Dan krijg ik alles te denken naar deo. Waar is mijn deo? Ja. Boah! Sorry! Wat meen je? Is er nou uit? Oh, wat een bootlucht bij jou uit die kont.
Bedankt, ik heb net een boekje. Daar zou ik in een boekje zeggen. Wat daar een stront nog uit dat gat komt, dat is niet normaal hoor. Dat heb ik nog nooit gehad dat ik zo. Als ik hem weer ruim moet ik. Weet je hoe je samen gaat? Ja, maar voor mijn eigen vind ik mijn scheten lekker ruiken. Van een ander niet. Oh. Ja, maar je ruikt gewoon kip en Thaise rotzooi ruik je gewoon door die strot. Ik kon het echt helemaal inhouden. Ik ging er extra naar aan. Ik heb ook pijp bijna. Je ruikt dat. Ik heb het hele tijd aan te houden. Omdat ik jij me hier al vanaf minuut of weer binnen zijn. Dus je moet scheten. Ja, als je moet scheten moet je... Nee, ik doe het niet meer. Als nou moet ik ook. Huh? For the English people, I was puking because I smell Thai food and Thai shit out of the ass of that girl with the condom on the head. She is shitting here in the room. And I smell it. And I must puke. En voor die Duitse, ik heb jetzt gekotst. Gespuukt. Omdat ik scheisje heb geroken. Mijn tante hier, met de condom op de kop, had hier een schis gelassen. Een poepje gelassen. Die had de ganze tijd scheisse gemaakt. Want ik maak die ganze tijd scheisse. Nee, de ganze tijd. De boze had je ook gemaakt. Gleza, I am in a hotel because we must go tomorrow to the gay parade. Een schis, ja. Een schis gelassen. Heb ik een stukje brood, dan kan ik weer eten. Ja, dat eet ze elke keer een beetje, dat ze toch wel binnen zullen. Ik denk nog maar, ik zweer het werk. Ja, ik weet 15 uur. Mooi hoor, Femke. Look at me. Speak Dutch. No problem. Oké. Okay. Nu op zijn borgoens. Nou, dat was begonnen. Ik ken geen begonnen. Een paar woordjes ken ik. Schat, als jij een schema laat, dan moet je het gewoon doen. Maar ik moet er gewoon van kotsen, klaar. Maar ik heb de kont in de wc laten liggen, kan je het zien? Nee, oh ja, heb jij de dingen, wattenstaafjes bij je toevallig? Nee. Kut, ik heb het niet op. Geloof ik verhogen. Kijk hoe ver mijn vader is. Ja, kijk maar aan. Niet mijn Zet je dat bubbelgouw aan, jongen? Kijk eens in de wc. Oh, wat een kut! Kom maar Zij laat sissen hier en ik laat kots liggen. Schat, je kan niet uit de raam hier gaan roken. Hè? Kijk eens hier die pukkel, man, echt. Waarom kan ik hier buiten? Nee, dat kan je toch niet. Heb je dat net ook gedaan? Nee, net heb ik buiten staan. Maar ik hang toch buiten de raam met de sigaret? Ja, dat was rode curry.
Dus ik vind het echt niet normaal hoor, zit je hier ook nog met die adem in mijn lucht te blijven. Eerst vis lucht, dan koks lucht. Steven lucht. Niet kijken. Nee, moet je niet doen hoor. Nee. Ja, die moet je wat... Ah! Ik kan er al niet tegen van mee aan mensen. Nee, je moet op die knop drukken. Welke? Die. Die? Ja. Zet die dan wat kou aan. Ik heb het. Ik heb kou. Even wachten. Jouw condoom is er bijna af. No filter. Nee. Ik blijf van achter filmen, koekloos. Ik heb geen binnen. Zit je eraan? Nee, ook mooie tieten wennen, hè? Ik heb hangen tieten. Ja, maar die zijn wel mooi. Oh, geweldig. Laat me spoelen. Ik moet je even tegen Roy zeggen dat hij live mee kan kijken nu. Ja, maar je hebt geen tijd, je zou vanaf twee alleen maar te bereiken. Ik zou wel in de boek zitten. Hè? Ja, man. Ik ben bezig met de telefoon aan het zien. Dankeschön, Michael Mildenberger. Oh, ik voel mijn hekje mooi. Als ik daarna moet, is als je wat? Kijk eens hier, ik ben nou een goed dik. Laat het daar in de wereld van. Je bent niet dik, man. Doe eens normaal. Ja, zeker ben ik dik. En al ben je dik, je bent mijn mannetje. En ik ben trots dat ik jou heb. Kijk eens hoe ik eruit zie, hoe dik ik ben. Kijk. Kijk mensen. Kijk. Leuk het kind. Of niet helemaal. Nou, we gaan nu eventjes dag met filmen even. In bad. Gooi even wat schuim erop dan. Gooi even wat schuim erop. Oh, dat is wel heet hoor. Ja, lekker. Oh. En nou doe ik wat ik zo wil te koop. Vind je het heet? Ja, ik vind het best wel heet, ja. Een beetje schuim, hè? Ja, nou is die wel beter. Pak dat schuim, gooi dat op je tieten, want dan kan ik filmen. Maar ja. Dat is een scheet. Nee, dat was een walvismater. Nee, ben ik niet dik. Kijk hier. I am the best of the best. Schuim maar, dat is gewoon niet genoeg. Die man zegt zo, ja, als je bul wat aanzet, dan heb je het schuim tot aan het plafond. Ja. Dus ik zeg, nee hoor. Ik zie niks. Oh, daar zijn we weer. Kijk, je kan nou toch ook scheten laten onder water? Nee, je ruiken kan toch niet? Ik ben een schrik. Wat schrik? Wat schrik ben ik. Ja? Probeer je wat pak stinkt als je onder water van scheten laat. Ik doe dat vaak hoor, aan de bulbad scheten laten. Oh, dat is echt vies. En voel je die dingen dan ook tegen je rug aan, die bubbels? Ja. Lekker? Nou, dat had je toch wel nodig, hè? Wat heb je nou gedaan, dag? Maar waar heb je met je neus in gezeten? Poeder, poeder, poeder aan de neus. Soms voel ik mij toch zo een reus.
Nou, ik zal je wel even lekker laten relaxen, ja? Wil je je telefoon hebben? Nee. Wil je een drankje hebben? Ja. Wat wil je hebben? Doe maar wat er staat. Wil je nog iets te eten hebben, schat? Hoezo? Je mag hier een keer verzorgd worden. Moet ik iets maken voor je? Een broodje? Wil je een viskoekje? Ja. Ja, jij wilt dat. Nee, ik heb geen viskoekje. Nou, ga maar lekker badderen dan, hè. Goed. Ik laat de deur wel open, anders ga je kapot hoor, Annie. Dat kan ik wel schuin, hè. Een beetje moe. Ik ga gewoon gaan. Ik ga wandelen van je. En de rest ga ik ook een beetje door. Ja? Hou je van mij? Als je niet geen vieze dingen doet. Zoals? Scheten. Moeten ze mij naar bij me kijken? Wat scheten? Wie scheten dan? Ik scheet ook niet. Nee. Nee, ik scheet niet. Maar ik hou wel van jou. Ook van jouw poep. Van je neus, je mond. Rottenlucht. Ik hou ook van jou. Nou, dat komt ook echt geloofwaardig uit. Ik hou echt van jou, maar krijg je niet kussen met je vis in je lip. Vislip. Hey. Oh. Ik kan ook niet zaden, man. Ik heb geen veilig heen gehad. Rolo. Ja, goed zo. Nee, mijn wimpers, deze zitten helemaal niet mooi. Ze nemen het er goed van met een glas stevig bloembaten. Zora. Hi, schatje. Oh, Zora, kijk ook, schat. Precies waar we hem hebben. En dat is het licht. Dat vind ik een topwijd. Ik heb een dikke kappertje en ik een dikke nek. Ik heb een langzaam gek hoor. Er zit nog niet zo'n nek bij mij, er zit allemaal lenzen. Bij mij zie je ook geen nek, bij mij zie je papier hier. Dank u wel, papier hier. Dat bedoel ik nou weer, zit je weer te scheiden? Nee, dat was jij vieze hoor. Mensen die mij kennen, die weten dat ik zoiets niet doe. Rosanna liet gewoon een scheet. Ja, een vieze lasagne scheet. Lasagne, ik heb twee happen gehad, heb ik een merkvlek op een vies ding. Fuck. Als ik hem ruik, sla ik je. Ja, dat is van op hè? Nou, weet je wat het is? Die van Rosanne stinken niet. Dat is gewoon een hete lucht. Die van mij, die ruiken naar roosjes. Kijk hier man, ik ben net zo'n... Zo'n bevertje. Tuurlijk zo, dat doe ik voor jou. Weet je, skank. Oh, weer. En gewoon echt. Nee, doe ik niet zoiets. Nee, je bent echt een gore kurt. Bah. Nee, dat vind ik echt vies. Oh, wat dag, maar stiekem genieten. Dan. Je hebt je ook een scheet gelaten, hè? Nee. Jij. Nee, ik durf niet meer. Zij durf niet meer. Ik heb vandaag het hele hotel om. Zij heeft fobie verscheten. Ik heb nog buiten. Ja, als ik slaap, kan je scheten zoveel als je wil. Ja, als ik slaap. Want dan ruik ik het niet. Ja, hoogstens morgen vroeg als de schoonmaakster hier komt. Hè. Die krijgen een kwalm over zich heen. Oh.
zegt hij, zijn we moeten zo overal gezellig en koud zeker. Ik zeg nee, het is bloed heet hier. Ja, zeker die wijven, ja, die, ze denkt dat ik weer uit ben. Ik zeg, hier zijn geen wijven, zijn alleen maar Polen. Ja, die hebben ook prut. Hou eens mijn zuurtje af. Dus ik hoop dat ik morgen geen blazensteking heb. Oh, was dat een scheet? Nee, maar zie ik er niet uit. Het scheet niet. Ja, mag wel hoor. Wat zit ze daar dan te lachen? Nou, mensen zeggen dat jij geen manier hebt. Omdat jij scheten laat. Deze zegt dat. Ja, werkelijk. Ik denk dat ik de beste manier heb van alle mensen die bij ons over de vloer komen. Nee, Johanna heeft de beste manier. Johanna. Die laat nooit een poepje aan. Wel, dat heb ik gehoord. Ik heb Johanna's scheet gehoord. En Johanna heeft ook een keer bij ons gepoept op de wc. Nee, Jo laat nooit een poepje aan. Nou, ik heb een witte jurk. Die heb ik hier hangen. Ik moet wit aan, maar er is net koffie overheen gekomen, dus ik heb gelukkig een jongen gesproken die misschien een jurk even snel kan maken voor me. Dus ik hoop dat het gaat lukken, maar ik trek wit aan, het is niet mijn kleur en Rosanne moet ook in het wit, iedereen gaat in het wit. Maar wit is ook geen kleur, want wit weerkaatst alle kleuren. Ik vind die plek verschrikkelijk. Echt waar. Als jij niks zegt, zien de mensen het niet. Oh man, ik kreeg gewoon een kopstoot hier. Oh, ik dacht echt dat de kots onder mijn nagels zat. Wat heb je daar nog? Ja, iemand zei dus de kots onder je nagels. Ja, maar ik voelde net ook iets. Rol op met die vingers. Och, ik heb helemaal geen vingers in mijn mondje gedaan. Wat nou weer? Ja, kotsmond. Kotsmond. Ja. Natuurlijk. Ik vind het wel niet normaal dat je 2 dagen dezelfde ondergoed aanhoudt, hoor. 2 dagen heeft zij de ondergoed. Zij kan meedoen in de oranges, de nieuwe black, kan ze de ondergoedjes verkopen. Moeten ze toch een week aanhouden? Ja. Ja. Day 3, all great. Yes, all great. Ik heb een wit boxershortje meegenomen. Maar ik heb alleen maar 1 wit boxershortje. Nou, die trek ik gewoon morgen nog een keer aan. Klaar, dat zit mij er nou. T3, oh, dat is dat werkt voor zo'n plekjes. Wat is T3, oh? Oli. Van de thee? Van een theeboom of iets, weet ik veel. Ik ga het weer aanvallen. Op de raam staat, staat er een pol voor de raam. Zeg al, daar zit daar paparazzi in die bus. Oh. We staan morgen op een boekje. Mij interesseert het ook niet. Oh, dat was echt lekker, man. Regenboogje, ja. Spannend, dat had ik wel even neerzetten. Ik ben dankbaar. Hey. Ja, ik moet toch gewoon een televisie hebben. Je moet dus thee en de spot doen. Aardbeien, chocola, slaak, gewoon pijnsteek. Ik ken dat niet, maar ik heb liever. Groen kof of rood? Kom, mensen praten. Nou, schat, dan moet je weer een mes gebruiken. Waarvoor? Voor de taart aan te snijden. Pak het mes dan. Ja, ik kan je afwassen. Moet ik straks naar Gamba? Maak dat wel door als dan aanbreidt, ik ga ze even onder de kraan aanspelen. Ja, dat is erg, ja. Ook heb je een leuk pyjamaatje aan. Leuk, hè? Precies, dat is iets van is dat niet van, is van, van die chips of zo, ja. Dat is niet van ja, peanut butter is pindakaas. Leuk, hè? Van dat? Hoe lang heeft Rosanna gevoetbald? Hoe lang heb jij gevoetbald, schat? Mijn leven lang totdat ik bij jou kwam eigenlijk, van jongens van al. Dus 10 jaar ongeveer. Hoe laat begint dat van TLC vanavond, onze serie? Weet ik niet, kan ik niet zien joh.
Heb je geen tweede thuis? Volgens mij om 12 uur vanavond. Maar ik mis voetballen wel, hè? We zijn een mistvoetballer, dus als het een keer leuke wijven zijn die een keer een potje willen voetballen, wij komen wel een keer voetballen, hè, schat? Dankjewel. Vind ik wel leuk. Ik doe en dan mee. Moeten we eigenlijk geld inzamelen voor een leuk fonds of zo. Dat kan dat niet? Ja, voor mijn motor. Ja. Ik koop je wel een speelgoedmotor. Kijk, weet je, dat is niet leuk, hè. Mijn vrouw, komt ze weer aan, hoor. Heeft mij een motor beloofd. En dan moet ik erop wachten. Ze zegt, nee, kan nou niet, kan nou niet, kan nou niet. Dat is niet leuk, hè? Maar deze vrouw heeft maar gezegd... Maar ik heb al 4 maanden mijn motorrijbewijs nog niet gereden. Maar deze vrouw heeft altijd gezegd, ik word vrouw, ik word beroemd en ga geld verdienen met tv en dan krijg je alles wat je wil. We zijn nu pas een beetje bekend geworden. Dus als wij genoeg geld gaan verdienen straks met de tv-wereld en muziek en noem maar op, krijgt zij van mij een motor. Ik zweer het. Een wijf mee. Krijgt ze een wijf. Je hebt Mieke afgebeld en Roy had al vanaf 2 uur niet nergens op gereageerd. Ik zweer het, is er nog een zoepen. Nou, zet even live uit. Ja, moeten we even live uitgaan? Ja. Er zijn een beetje relatieproblemen hier. Want niemand wil met kerst alleen zijn. Nou mensen, ik wens jullie nog een hele fijne avond. Morgen de Gay Parade. We zijn allemaal in het wit, dus als jullie me zien, roep eventjes. We zijn live op de metro, dus... Als je bij de metro kijkt op Facebook, kun je live meekijken naar ons op de boot. Doei! Oud zijn jullie 31 zijn. Voetballen met Louise en Rosanne om geld op te halen voor een motor. Ja, goeie. Ik doe 100% mee als het maar Kika gaat, als het erop gaat. Ja, Kika is een heel goed ding. Half dan. Ja, half motor, half Kika. Nou, doei mensen.